De vierde gezamenlijke CARICOM-Spanje-commissievergadering vond plaats op 18 juli in Georgetown, Guyana. Suriname nam virtueel deel aan deze ontmoeting. De vergadering evalueerde de samenwerking en identificeerde prioriteiten zoals gezondheidszorg, klimaatverandering en voedselzekerheid. Directeur Mirjam McIntosh vroeg om steun voor het Lost and Damage Fund en het 2025 Food Import Bill Reduction Program. Op de vergadering werd een vijfjarig CARICOM-Spanje-programma van samenwerking afgesproken. Het Directoraat Toerisme en het SHTTC hebben een vijfdaagse keukenassistenttraining afgerond in Kommerwijnen. 16 deelnemers ontvingen hun certificaten op 19 juli in Nieuw-Amsterdam. De training, verzorgd door Michael Hermelijn, verbeterde hun kookvaardigheden. Dit initiatief van het ministerie van TCT is onderdeel van hun plan om de horecasector te versterken en de toerismeervaring in Suriname te verbeteren. De politie van Centrum controleerde op 20 juli 2024 voertuigen en winkels in het uitgangscentrum. Winkelier SH werd aangehouden voor het verkopen van alcohol zonder accijnzegels na 11 uur 's avonds. Zijn winkel werd doorzocht en grote hoeveelheden ongecontroleerde alcohol en sigaretten werden in beslag genomen. SH is in verzekering gesteld en de zaak is overgedragen aan de afdeling fraude.